De temperatuur op aarde stijgt. Van 1951 tot 2013 is de gemiddelde temperatuur in de beeld toegenomen met maar liefst 1,4 graad. Maar wat betekent dat op lange termijn voor Nederland? En hoe ziet het weer er over 30 jaar uit? Dat vroeg ook Thomas Jan de Waard zich af en hij mailde zijn vraag naar Weerplaza. Meteoroloog Raymond Klaassen legt het je uit. Om het weer in de toekomst te kunnen beschrijven, wordt er gebruik gemaakt van klimaatmodellen. Die kunnen bijvoorbeeld het weer gaan uitrekenen hoe het er ongeveer zal uitzien in bijvoorbeeld het jaar 2050 of in de volgende eeuw. Het KNMI maakt gebruik van 4 klimaatscenario's die het weerbeeld schetsen voor de komende 50 tot 100 jaar. Die scenario's die zijn in 2014 uitgegeven. In 2023 komen er nieuwe scenario's en het ziet er naar uit dat die nog extremer zullen zijn dan die van 2014. Immers, de opwarming van de aarde neemt alleen maar verder toe en gaat ook steeds sneller. En dat heeft alles te maken met de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer die alleen maar aan het toenemen is. Voorlopig zal er ook geen afname komen van de CO2. Met andere woorden, die opwarming gaat alleen maar door. Als we naar de uitkomsten van die klimaatscenario's kijken, dan zien we een aantal opvallende dingen voor Nederland. Allereerst natuurlijk de temperatuur, die alleen maar verder zal gaan stijgen. Ook de zeespiegel gaat stijgen en dat gaat ook steeds sneller. En als we naar de seizoenen kijken, dan zien we dat de zomer veel heter zal gaan verlopen en ook over het algemeen droger. En de andere seizoenen, die zullen juist natter gaan verlopen en de winter zal ook een stuk zachter zijn. En verder zien we ook dat het extreme weer gaat toenemen. Heftige regenbuien in de zomer die veel water in korte tijd brengen. Maar ook de kans op onweer wordt groter en de kans op hagel. Ook grote hagelstenen zullen vaker gaan vallen in ons land. Als we al die veranderingen gaan projecteren op een weerbeeld zoals we dat nu al ergens op aarde zien, dan komen we uit in het zuidwesten van Frankrijk, bijvoorbeeld in de omgeving van Bordeaux, waar het veel warmer is, maar waar het weer ook veel extremer is. In de praktijk zullen er een flink aantal dingen veranderen. Een paar voorbeelden. Het verkeer. In de zachtere wintermaanden is er minder kans op gladde wegen. En dat is bevorderlijk voor de verkeerssituatie. Maar in de hetere zomers is er een grotere kans op meer schade aan het wegdek. Ongunstig voor de verkeerssituatie en zorgt voor meer problemen op de weg. En je portemonnee, de energierekening. Tijdens de zachte wintermaanden hoef je minder te stoken, ben je minder geld kwijt. Maar tijdens de hitte in de zomermaanden heb je verkoeling nodig. Denk aan een airconditioner. En dat gaat meer geld kosten. Voor de landbouw heeft de opwarming eigenlijk heel veel voordelen. Een langer groeiseizoen en hogere CO2-waarden zorgen voor een stijging in de landbouwopbrengst. Daar staat tegenover dat extreem weer en lange droge perioden een bedreiging kunnen vormen. Kortom, het weer ziet er over 30 jaar heel anders uit. Maar de afgelopen jaren hebben we met de extreme hitte eigenlijk al een klein voorproefje gehad. Heb jij nou ook een leuke weervraag? Mail deze dan naar weervraag@weerplaza.nl en wie weet wordt die beantwoord in de volgende video. Doeg!